Verder is er ook nog een initiatief voor de muzikanten, die door Charlie Lusco onder andere is opgezet. Privépodium.nl. Dat ga ik ook doen. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi Liefdatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En het is weer heerlijk weer, maar we zitten nog steeds opgesloten. En Jesse Silver die heeft nog steeds koorts. Ik dacht vanochtend, hé, het is over, maar nu toch weer wel. Dus we hebben besloten om toch maar de huisarts te bellen. Nu was een spreker al over, dus die gaat ons morgen bellen. Want ja, het houdt nu toch al bijna 2-3 weken aan. Die snotneus in ieder geval, die loopneus en het kuchen en koorts op en af. Dus ja. Zeker voor het onzekere. Ja, inderdaad. Maar ja, om ons tijd goed te besteden, gaat Sergio wat doen. Ja. Zodat we toch nog een beetje in de zon kunnen zitten en spelen. Ja, het balkon is echt best wel vies. En ik heb natuurlijk vorig jaar, was het vorig jaar? Ja. Ja, een hondenhok gemaakt en geschilderd. En dat begint helemaal te bladeren en zo. Dat is de verf. En de binnenkant van het hondenhok is nou ook niet heel erg kindveilig. Want er zijn allemaal spijkers en schroeven aan alle kanten. Dus ik ga het hondenhokje eraf halen. Ze zitten er toch bijna in. Ze zitten er toch nauwelijks in. En dan ga ik het eventjes een beetje schrobben buiten. Zodat Jesse... Kidsproof. Ja, nou ja, zo goed als. Ja. Dat Jesse lekker buiten kan kruipen. Wow. Zo ga ik even doen. Zal ik hem insmeren? Zal ik doen. En een deo-tje op. Ja, vind je leuk? Vind je leuk? Nee, hoef je niet uit te zetten. Vind het... Ik vind het grappig. Ik vind het eigenlijk een beetje disrespectvol. Wat is het? Zometeen, misschien nog. En anders morgen. Het ziet er al een stukje beter uit. Ook gelijk wel rustiger daar in die hoek. Groter hoopt het. Ja, het is ook letterlijk weer groter. Weer ruimte. Nou, mooi. Dat Jesse er ook blij mee is, strakjes, hè? Nou, we hebben onwijs lekker gegeten. Hè, schat? Was wel lekker. Was het genoeg? Nee. Halve aardappel, joh. En Jesse die heeft een nieuw speeltje. Wat ben je doen, Jess? Is het een auto, een boot of een vliegtuig? Of het een auto, een boot of een vliegtuig is?
kan je jezelf opsturen. Ben je een pakketje? Ben je een pakketje? Gaan we je dicht doen. Hij zit een partij te poepen. Jeetje. Blijf van de camera af. Blijf van de lens af. Yeah. Heb jij poept? Ja. Papa gaat de honden uitlaten. Doei. Ciao, ciao. Oké, mazzel. Zo, lekker de volgende dag. Ja. Het is wel wat frisser dan gisteren. Mijn nek verrekt volgens mij. Mijn nek. Doe je dat dan? Ja, dat had ik al gedaan, maar dat merk ik nu pas nu ik naar links probeer te kijken. Nou, het is bijna het einde van de video, jongens. En weer een hoop te vertellen en gebeurd en morgen. Morgen gaan we iets hartstikke leuks doen bij een zorgcentrum. Voor 1000cadeaus.nl gaan we cadeautjes weggeven voor mensen die heel hard aan het werk zijn en voor mensen die al heel lang in eenzaamheid zitten. En dat vinden wij heel erg leuk om te doen. Tijd voor een zonnetje, een zonnebankje. Nou hè. Dus, morgen gaan we dus hartstikke leuke cadeautjes uitdelen. Ja. Want als uitdelen, we mogen niet naar binnen helaas, natuurlijk in verband met alle maatregelen. Maar we gaan ze afgeven. Ja. En ze waren er al heel erg blij mee. En ze vonden het een heel mooi gebaar. Ja. Dus dat is ook altijd leuk om mensen blij te maken. In deze tijd helemaal. En ook positief om te melden dat we vandaag in het nieuws zagen dat we verschillende Europese landen de maatregelen alweer gaan versoepelen. Klinkt heel positief. Ik weet niet of het heel verstandig is, maar het zal wel. We zullen het gaan merken als we dat gaan doen. Of het een goed effect heeft, of dat het gewoon weer gelijk opsteekt. Ja. Nou, in Oostenrijk zijn wel mondkapjes verplicht gesteld. Oké, okay. Ze gaan de maatregelen wel versoepelen, maar mondkapjes zijn verplicht. Ja. Oké. Okay. Dus ik ben benieuwd. De sjaal mocht trouwens ook. En in Denemarken gingen ze geloof ik ook weer wat versoepelen. Dus het lijkt de goede kant op te gaan, dus dat is prettig. Verder is er ook nog een initiatief voor de muzikanten, die door Charlie Duskom onder andere is opgezet. Privépodium.nl. En daar kunnen artiesten dus vanuit hun huis optreden. En dan kunnen jullie gezellig kijken. Dat ga ik ook doen. Ergens volgende week of de week daarop zal ik waarschijnlijk gaan optreden via privépodium.nl. Dus hou het zeker in de gaten, want ik zou het heel leuk vinden om jullie daar te zien. Dan kunnen we ook lekker chatten ondertussen. Zo. En dan ga ik lekker voor jullie zingen. Zullen we even een linkje in de beschrijving spelen? Ja, sowieso. En we laten het natuurlijk ook nog even extra weten als ik een exacte datum weet. Ja. En verder. Nou, Jessie gaat straks even naar de huisarts. Ja, want die houdt al 3 weken lang zijn snotneus aan, zeg maar. En hoesten. En de koorts is echt op en af. De ene dag dan heeft hij 39, de volgende dag is het oké. Dan weer verhoging, dus het gaat het heen en weer. Ik had gisteren al de huisarts gebeld. Ik had gisteren de huisarts gebeld, maar zijn spreekuur was al voorbij. En die heeft me vanochtend gebeld en die wil me toch zien. Dus ik ga met hem vanmiddag even langs de huisarts. Nou, langs de huisarts. Ik heb gehoord dat jullie afgesproken hebben bij een bankje. Ja, we hebben afgesproken bij een bankje. Au! Oh, poepie! Gelukkig vooral op de bank. Nee, en op je arm. Mijn arm verbrand. Sorry. Ja. Ja, dus we hebben afgesproken op een bankje. Op een bankje. Ik heb een date met een dokter. We worden via een andere manier naar binnen geleid, denk ik. En wat nog meer? Dat vooral. Oh ja, ik wil een beetje kleding gaan bestellen. Misschien is het wel leuk om daar een aparte video van. Ja, precies. Ja, daar maken we een aparte video van. Komt er ook nog aan. We gaan iets leuks doen met babykleding van Jessie. Dus ik denk dat we nu gewoon even lekker afscheid van jullie gaan nemen weer. In het. De honden moeten ook bijna weer op de grond. Die denken, nee, waar is mijn hok? Ja. We gaan afscheid nemen hier. Nummer. Afscheid nummer. Ah.
gaan we vandaag afscheid nemen. Dus bedankt weer voor het kijken. Vond je dit een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. En dan zien we jou heel graag bij de volgende vlog. Ciao, 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 ciao.